Welkom bij Topnames hier dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Welkom Constance Scholten. Ja. Wij laten ons graag adviseren en informeren over onze gasten. En ik meen dat het Bram Kanstein was die hier ooit te gast was toen hij bij Product Hunt werkte en nu voor zichzelf bezig is. Die zei, die moet je uitnodigen. Nou, dan doen wij dat. Wij zijn zelf soms iets laat met voorbereiden. Toen dachten we, nou, laten we dan die app, laten we die Camarillo eens gaan downloaden. Er was helemaal niks te vinden. Nee, nog niet. Nee? Nee. Vertel eens, wat ga je ons straks bieden? Camarilla. En dat is een app waarmee je private foto's kan delen met puur en alleen je inner circle. Maar die is pas vanaf volgende week te vinden. Ja. Klopt. Maar je was wel vorige week in Dublin om je verhaal te vertellen. De Web Summit al daar. Dus waarom ging je daar naartoe? Om mensen op te warmen voor wat er komen gaat? Mensen op te warmen, ja, zeker. Ook omdat het een beurs is waar iets van 30.000 internetondernemers van de wereld bij elkaar komen. Dus dit is wel sowieso een heel prettige omgeving als je als internetbedrijfje gestart bent om je in onder te dompelen. En je ziet daar heel veel. Je ziet van allerlei soorten bedrijven, apps, maar ook websites, et cetera. Dus het leek ons wel verstandig om daarheen te gaan. Ja, en wat heb je eraan gehad? Boven verwachting. Ik had eigenlijk niet heel veel, omdat ik nog niet een tastbaar product heb om te laten zien en om te laten downloaden. Waren mijn verwachtingen enigszins gematigd. Maar we kregen al snel veel media op ons af. Van niet alleen Nederland, dus ook Italiaanse media, Ierse media. En dat was wel heel bijzonder om mee te maken. En dat was op dag 1. Dus dat had wel al een goede start gezet. Ja. Hey, en vertel eens, wat maakt je er bijzonder? Camarilla is gebouwd eigenlijk in een tijd waarin iedereen alles met elkaar deelt. Hè, iedereen gooit van alles op Facebook of we zijn ons behoorlijk aan het blootgeven, zeg maar. En vorig jaar in een druk leven en net moeder geworden, was het voor mij wel heel fijn om contact te hebben met mijn meest dierbaren. Dus met mijn moeder, mijn broer, mijn zus en een handvol beste vrienden. En ik merkte dat ik dat toch wel heel grappig vond. Want het kost dus veel meer moeite om foto's of momenten te delen met je meest dierbaren dan dat je dat met de hele wereld doet. Mm-hmm. En vandaar is eigenlijk Camarilla gestart. En de naam Camarilla is gebaseerd op een koning die altijd een Camarilla heeft. Dat zijn 15 vertrouwelingen. En er waren meerdere studies die aantoonden dat 15 mensen zeg maar de max van je inner circle is. Dus vandaar dat dat... En vond je dat zelf ook toen je ging kijken? Was 15 genoeg voor jou? Ja, ik kom op 12 uit. Oké, okay, ja. Dus voor jou klopt het? Ja, voor mij klopt het. Ja, ja. Er zijn geen mensen afgevallen omdat je bij 15 moest stoppen? Nee. Ik heb nog 3 spareplekjes. Ik zat wel te lezen, toen dacht ik, ja, er zijn zoveel fotodeel-apps. Mm. Weet je, we hebben er ook al best een aantal aan tafel gehad. En de ene keer gaat het over dat je een app wil maken waarbij je iedereen die op één event is of op één locatie met elkaar foto's kunt laten delen. Al die andere platformen zijn er. Je kunt groepen binnen Facebook aanmaken. Je kunt een WhatsApp-groep aanmaken. Ja. En dan kom jij met de volgende. Waarom zou dit nou werken? En wat heeft jouw app dan wat al die andere platformen niet hebben? Ja. En buiten dat foto's heel fijn zijn, want tuurlijk, een foto geeft we doen meer het allemaal. Weer. Ja, dat duizend woorden. Ik gebruik ook Instagram en ik deel ook heel veel foto's in met mijn inner circle, namelijk mijn WhatsApp-familiegroep. Vraag zelf. Waar minder dan 15 mensen in zitten, daar deel ik elke dag heel veel foto's. Maar waarom zou ik nou naar jouw app overstappen? Ja, er zit één ding in wat anders is, buiten dan dat het een limiet van 15, dus je kan absoluut niet meer dan 15 mensen erin zetten. Dus jij bepaalt hoe groot mijn inner circle is? Ja, eigenlijk wel. Ja, tenminste, Camarilla. Ja. Ben ik niet persoonlijk. Maar inderdaad, de app bepaalt dat het maar max van 15 is. Maar er is één ding wat totaal anders is. En dat is dat alle interacties, zeg maar, op mijn content, dus op mijn foto's of op mijn video's, 1-op-1 is. Dus mijn moeder reageert op haar manier. Die zegt, ik ben trots op je, dit en dat.
En mijn beste vriendin die vraagt of er nog leuke jongens rondlopen. En ze zien elkaars reactie niet? Nee, ze zien niet eens wie er in mijn groep zit. Okay. En dat is nog niet eerder getoond in zo'n app. Ja, maar dat is ook het belangrijkste. Allerbelangrijkste. Dat is de onderscheidende factor. Ja, dat is waarom ik iets kan delen. Dus iedereen ontvangt mijn foto. Dus met één druk op de knop heeft mijn inner circle toegang tot mijn foto's. En ik tot die van hen. Maar alle interacties naar die foto, die zijn dus één op één. Waardoor privé. En daardoor kun je dus levensechte conversaties hebben. Die ik ook met mijn moeder op WhatsApp heb. Of in een gesprek. Zij kan gewoon reageren zonder dat ze moet nadenken of er iemand meeleest. Ja, maar is dan die toegevoegde waarde eigenlijk niet heel beperkt? Je zegt van, dit is eigenlijk het enige wat onze... Ja, dit is het enige. Ik denk dat wij ook niet op meerdere dingen hebben gezocht om onderscheidend te zijn. Omdat dit voor ons, daarop voelden wij het al. Dus met dit aspect was het voor ons, daar heb ik behoefte aan. En buiten dat hebben we het eigenlijk gewoon heel simpel gehouden. Het is ook maar een heel simpel idee. Wat wil je met dat simpel idee bereiken? Hoe groot kan dat simpel idee worden? Nou, wat ik ermee wil bereiken is dat er een veld is dus in deze wereld waarin dus iedereen alles met elkaar deelt en heel goed in contact staat met eigenlijk mensen die misschien wel derde rangs vrienden zijn, wat heel fijn is, want dat is het contact tot de wereld, zeg maar. Dat er ook een plek is voor een hele fijne en efficiënte manier van communiceren met de mensen die het meest belangrijk voor je zijn en die je ook vaak het meest gelukkig laten voelen. Hoe groot kan het worden? Dat is dus wel ook bijzonder aan Camarilla, is dat waar wij achtergekomen zijn, is zo uniek als je zelf bent, zo uniek is dus ook je Camarilla. Dus er is geen inner circle op de hele wereld die hetzelfde is als die van jou. En wat maakt dat je dus niet met één persoon groeit, maar dat je vaak met een paar mensen tegelijk groeit. Die dus niet met elkaar geconnecteerd zijn. En probeer het nog even te doorgronden. Hè? Want het handicap is natuurlijk dat we nog niet hebben kunnen proberen. Maar je zei net van eigenlijk is het dus één op één communicatie. Ja. Wat is dan weer het verschil tussen dat ik een foto aan mijn moeder stuur en zeg, goh, maar kijk eens, ik ben hier. En mijn moeder antwoordt. Ja, nou want dat is precies wat er in jouw app... Precies, dat is precies. Dat is, maar waarom zou ik dat dan in die app doen? Nou, ik merkte dat ik, toen ik vorig jaar moeder werd... En mijn moeder zou dat wel helemaal niet installeren, denk ik dan. Ja, het is zo simpel dat je moeder het wel begrijpt. Dus het is echt heel easy does it. Maar wat ik merkte is dat ik heb heel veel dierbare foto's van mijn zoontje bijvoorbeeld, die ik nergens neerzet. En... maar die ik wel heel graag deel met mijn moeder en mijn handvol beste vrienden. En ik merkte dat ik na 3 keer, 4 keer delen ophield. Terwijl andere vriendinnen ik net zo fijn vind om van hen te horen waar zij mee bezig zijn. En ik zelf hen informatie stuur over hoe bijzonder groot mijn zoontje is geworden. Dat is zeg maar wat Camarilla doet. Het makkelijk maken om met al je dierbaren fijn mogelijk te communiceren. Bart Breij, Ed Scarby zegt, hij wil het vuifje niet... wat zegt hij nou? Hij heeft kennelijk iets eerder gezegd. Maar, of komt er een ander gesprek tussendoor, denk ik. Dus die skip ik eventjes, dat is nadeel weer van Twitter. Bert de Boer zegt, privé, maar waar worden foto's dan opgeslagen? Of wordt het als Snapchat of verdwijnen ze weer? Nee, ze verdwijnen niet. Ze blijven ook dus in jouw Camarilla. Dus alle foto's die je deelt staan in de app, zeg maar. Maar als hij vraagt waar ze worden opgeslagen in het dataverkeer, dan zijn ze versleuteld opgeslagen in de cloud. Dus wel op de meest veilige manier. Op het moment dat ik ze deel met iemand anders, heeft de ander hem ook, zeg maar. Dat is wel het... Zeker. Dus nou, komt op een timeline. Dat is ook het bijzondere aan Camarilla, dat er een timeline is. Dus je deelt een foto en die komt gewoon in een timeline terecht. En daar kan iedereen dus je foto zien. Ja, en nog een vraag van Johan Schaap. Meer over hoe je op het idee bent gekomen. Hij vraagt, door welke blooper, een gedeelde foto die je blijkbaar niet wilde delen, kwamen jullie op dit idee? Nou, ik weet niet of je een blooper kan noemen. Maar er zijn natuurlijk wel foto's die je vaak gewoon privé wilt delen. En die wel leuk genoeg zijn om met meerdere dierbaren te delen.
Maar dat kon natuurlijk altijd al via een WhatsApp of et cetera. Alleen de handeling om iedereen één foto te sturen en dat je dan een berichtje terugkrijgt. Dat is wat Camarilla veel makkelijker maakt. Dus je laat hem één keer op en hij komt in de timeline terecht. En daar ontvang je altijd. Ja, en dan nog even voor mijn... dat ik het echt goed begrijp. Want ik heb zo'n groepje met in Facebook met close friends. Ja. Je hoeft het ook maar één keer in te zetten. Dan heeft iedereen hem. Ja, klopt. Alleen dan mis je dus het aspect dat niemand meeleest hoe bepaalde mensen reageren. Iedereen reageert anders op de foto. Mm-hmm. En mensen houden toch rekening mee als ze reageren op dat de foto, anderen meelezen. Dat anderen meelezen. En ja. Dat haalt zeg maar alle ego en alle eigenlijk alle bullshit een beetje weg. Omdat mijn meest dierbaren mogen alles sturen. En ik kan alles delen, want ja, het is niet om elkaar een betere indruk van elkaar. Maar kun je dan ook nog bepalen van, dus oké, je hebt die maximaal 15 dierbaren dan bepaald. Er zijn een deel van is bijvoorbeeld je ouders, je familie, deel is je vrienden. Daar kun je wel weer verschillende dingen mee delen. Kan je dat per foto ook dan nog weer? Nee. Dus alles of niks? Ja, dus alles of niks. Want je ouders is toch wel anders dan je vrienden. Ja, vooral omdat we het zo simpel mogelijk willen houden. En zijn er geen features die het weer extra moeilijk maken. Want, omdat je toch wil dat iedereen het heel makkelijk begrijpt. Mm-hmm. En dat het een handy tool is. Ja, ja jij bent CEO en co-founder van Camarilla. Hoe zijn jullie dit begonnen en met hoeveel mensen? En wat vertellen ze eventjes iets over de geschiedenis, de funding, hoe ben je dat aan het doen? Wij zijn gestart met wel een paar bijzondere ondernemers. Of, met de oud-jongens van de Bingbank. Ook de CTO van de Bingbank. En later heeft hij technisch directeur bij Brand New Day geweest. Dus qua veiligheid zit behoorlijk goed. En daarnaast zijn dus verschillende grote ondernemers betrokken bij dit bij Camarilla. Wat ook heeft gezorgd dat we met zo'n team een bijzondere investeerder hebben aangetrokken. En die volledig gelooft in het communiceren en makkelijk maken van interactie met de meest dierbaren. Daar kan ik helaas weinig over vertellen. Het is een angel investor en het is iemand die op een hele bijzondere manier kijkt naar dit product. Die zegt, hoe dan ook gaat het gebeuren dat mensen op meer privé en met kleinere groepen met elkaar gaan communiceren door middel van juist een app. En hij zegt, als wij in die behoefte kunnen voorzien, dus als we een product maken die puur en alleen richt op mogelijk maken van ware en pure interactie tussen meest dierbaren, dan zitten we goed. Dus op dat front hoeven wij ook niet na te denken over verdienmodellen. Is de app ook volledig gratis en hebben we een lange termijn waar wij ons puur op het product kunnen richten. Heel Amerikaanse insteek dus. Bijzonder Amerikaans, ja. Dat is, of tenminste, het is iets wel wat je steeds vaker ziet, ook hier in Nederland. Want ik ben in de websummit ben ik veel bedrijven tegengekomen en ook investeerders die zo toch dingen bekijken. Maar het is nog steeds zeer uitzonderlijk. Ja, word je op zo'n websummit dan ook naar je eigen zin voldoende gechallenged? Of zijn het dan vooral mensen die je verhaal aanhoren en oh wow, great, blablabla, ook heel Amerikaans? Of ja. word je voldoende gechallenged? Nou, er waren wel enkele venture capitalists, zoals dat dan heet, die naar ons toe kwamen. En die zijn bijzonder challenging, iedereen op zijn eigen manier. En de een laat wel het achterste van zijn tong zien, naar het lijkt, en de ander juist helemaal niet. Mm-hmm. Dus ik vond het wel mooi om mee te maken en om daar ook een beetje te spreken en te leren hoe... Je heeft geleid tot nieuwe inzichten? Ja, zeker. Ja, kun je er een paar noemen? Ik denk dat veel draait om passie. En als je sprak met mensen, dat je heel erg snel merkt waar iemand zijn hart en hoe die begaan is met een bedrijf. En ik denk dat ik dat nog het meest heb gezien. Dat er heel veel, sommigen op een automatische piloot gaan en die met passie, die blijven toch wel echt heel erg hangen. Dus dat vond ik gewoon heel gaaf om te zien. Dat er mensen zijn en ook fondsen zijn die zo gigantisch groot zijn, maar die toch nog heel veel passie hebben en dat ook weten over te brengen. Ja. Hij zei, door onder meer
die investeerder en ander geld hebben we de rust om te werken aan het product en het bij een groot publiek te brengen. En hoeven nu nog niet na te denken over businessmodellen. Maar als je even verder vooruit kijkt, waar zie jij wel dat het geld vandaan moet gaan komen? Waar ga ik voor betalen of waar gaat straks de waarde zitten voor anderen? Ja, dat is iets waar wij niet over na mogen denken. Juist van onze investeerder niet. Nee, absoluut niet. Is dat moeilijk? Ja, vind ik wel. Want ik heb een hele commerciële achtergrond. En, dus ik heb daar echt aan moeten wennen. En ik, nog steeds dan, als ik met hen spreek, dan garanderen zij mij juist van dat maak je niet zo druk. Dat is helemaal niet waar het om speelt. Het gaat erom dat er een product komt waar wij in ieder geval behoefte aan hebben. En als we het maken zodat wij er happy mee zijn, en wellicht zijn er nog veel meer mensen happy mee, dan dat is veel belangrijker. Dus ja, dat is zoals het nu gaat. En zoals het ook nu voor de toekomst eruit ziet. Ja. Hey, je op de website staat dat je hier kantoor hebt en in New York. Is dat meer dan een postbus die ik ook kan aanvragen, zeg maar? Ja, nee, ik heb een mooi kantoortje gevonden. Ah. En dat is ook heel prettig. En we hebben juist voor New York gekozen omdat dat nog best goed te doen is. Dus de afstand tussen Amsterdam en New York is gewoon heel erg behapbaar. En het tijdverschil is ook heel erg goed te doen. En je merkt wel dat in New York dit heel erg speelt. Dus dat mensen juist heel erg beschermend zijn met hun gegevens, met het delen van foto's en met wie ze dat dan delen. Er heerst echt een soort I care what I share mentaliteit. En die neemt behoorlijk toe. Ja, Bert de Boer vraagt, hij zegt ik vind het een leuk idee, een mooie invalshoek. Maar ja, hij heeft nu toch eigenlijk al behoefte blijkt aan meer inner circles van 15 aan te maken. Ja, ik denk dat veel mensen, omdat je in WhatsApp groep, ik denk dat WhatsApp is de allerbeste in het maken van groepen. En als je meerdere groepen bent, kijk hoe intiemer een contact is, hoe meer je misschien erom geeft dat mensen niet meelezen. Ik bedoel, wij allemaal, dat is ook bewezen door Dunbar, dat is een scientist die zich op sociologisch vlak heel erg begeefde. En die toont gewoon ook duidelijk aan, we hebben maar één inner circle en over het algemeen is die tot 15 mensen. Dus ik denk dat het er meer om gaat dat je één groepje hebt met jouw meest dierbaren en jij bepaalt wie dat zijn. Niemand die meekijkt, dan dat het erom gaat dat je een sportgroepje hebt en een familiegroep en een vriendengroep. Want dat kan je eigenlijk fantastisch in WhatsApp. Ja, wat ik ook nog wel interessant vind, je haalde Dunbar ook aan in die presentaties, maar alsof je een soort wetenschappelijke onderbouwing nodig hebt om het tot 15 te beperken. Ja. Maar we kunnen natuurlijk, als je de ondernemers de kost moeten geven die met een start-up zijn begonnen, die uiteindelijk heel succesvol wordt, maar niet voor waar die oorspronkelijk voor bedacht was. Waarom die limiet erop? Dat kun je toch gewoon aan mensen zelf overlaten. Als ik er 20 wil doen en misschien verzint hij iets waarmee hij het wil gebruiken voor 100 mensen en blijkt dat wel de killer toepassing te zijn. Ja. Waarom die beperking? Ja, dat is eigenlijk heel erg gevoelsmatig gefundeerd. Maar ook enigszins door ervaring. Dat is een hele lange tijd terug. We hadden het net over Twitter in 2007, maar Path was in 2010 volgens mij. En ik vond het onwijs relaxed dat er een soort van app als Path kwam. En daar zat een limiet van 50 op. Ja. Maar toch wel enigszins een vrije stelling van gebruik. En ik heb dus in die tijd eigenlijk alleen maar mensen die ik inspirerend vond uitgenodigd. Dus ik had een pad met alleen maar geweldige ondernemers en internetondernemers uit Amsterdam en uit Londen en uit San Francisco in mijn pad zitten. Ja. Dus dat is natuurlijk helemaal niet waar dat voor bedoeld was. Dus juist om echt een gebruiker zonder al te veel rompslomp eromheen een beetje bij de hand te nemen. Dat het echt puur en alleen om zijn meest dierbare gaat. En dat die keuze daadwerkelijk ook makkelijker is om juist kleiner te houden. Hebben wij gekozen om toch dit aan te houden. Zie jij een kentering in de Verenigde Staten of hier als het gaat om privacy en sharing? Vraagt Johan Schaap. Ja. Nou, dat speelt wel nu. Veel mensen zijn toch bewust van de sporen die ze achterlaten. En
En wellicht ook dat het niet meer om ego-klopperij gaat. Dus dat het niet meer gaat om hoeveel likes je hebt of hoe fantastisch een vakantieklikje uitlicht. Maar dat het veel meer gaat om wat er daadwerkelijk toe doet. En je ziet ook wel enigszins verschuiving dat een Facebook-medium waar je heel veel foto's vroeger deelde, of tenminste ik kon echt wel een paar foto's kwijt, en dat dat nu vaker foto's zijn die makkelijker te delen zijn omdat ze algemener zijn of omdat het een artikel is wat je zo gaaf vindt. Ja. Hey, wat je zei van die foto's zijn versleuteld, maar een belangrijk ding wordt dus natuurlijk vertrouwen. Vertrouw ik een dienst? Hè? En jullie zijn nieuw, dus je moet dat vertrouwen eigenlijk nog gaan winnen van ons, zeg maar. Is dat een lastig? Is dat een lastig ding? Want iedereen kan wel zeggen, bedoel, als je het aan mensen van Facebook vraagt, die zullen ook zeggen dat ze eigenlijk keurig met onze spullen omgaan. Ja, nou, dat denk ik ook dat ze dat doen, hoor. Maar het is wat je zelf aangeeft wat openbaar kan en hoe het daar verder weer mee gaat, dat mensen het misschien niet eens weten. Maar bij ons is natuurlijk alles privé, dus alles wat in de app gebeurt is privé. Niemand ziet wie er in je groep zit, ze weten niet eens dat je kamerellen hebt. En daarbij is alle interactie afgeschermd. Ik kan niet meer blijer zeg maar, zijn dan met een CTO met deze achtergrond en met andere jongens die vanuit de bankwereld gewoon heel veel ervaring hebben bij Bink Bank als zowel Open, wat een heel bijzondere start-up in Amsterdam en in de wereld is. En zij zijn heel erg keen op alles wat maar te maken heeft met het beschermen van gegevens. Ja, ken je Kappel? Marco Derksen zegt even. Die gebruikt dat, voorheen heette dat pers, voor maximaal 2 personen om foto's te delen. Marco gebruikt het samen met zijn partner, met zijn vrouw. Ja. En vindt het een geweldige app. Ja, vind ik ook. Ja? Ja, ik vind het een mooie app. Het is vergelijkbaar, weet je? Van klein. Nou, het is niet misschien wel vergelijkbaar. Ja, maximaal 2. Het is maximaal 2. Maar wat zij heel makkelijk doen, is dat, en dat is vooral voor mensen die heel veel reizen, is dat als je een partner hebt, dat heel relaxed is dat je met elkaar prettig communiceert, maar dat je ook elkaars agenda, et cetera, makkelijk kan inzien en makkelijk kan aanpassen. Zonder dat doet Kappel wel heel leuk. En ik denk dat ze daar een heel leuk en goede markt in hebben, terwijl ze het zo klein maken. Maar Kappel is een mooie app. Ja, ik las deze week nog ergens een blogje, ik weet niet meer waar, want je leest op een gegeven moment zoveel. Of het dan via jouw handpicked komt of via al die 200 nieuwsbrieven die ik nog in mijn mailbox heb. Maar ik las ergens een blog van een VC die zei dat het steeds moeilijker wordt voor eigenlijk startups die een app lanceren om überhaupt nog er doorheen te komen. Ja. Dus überhaupt geïnstalleerd te worden. Dat, ja. Weet je, of je moet een ongelofelijke bak geld meenemen en heel heftig gaan adverteren op de grote networks. Of je moet het geluk hebben en viraal worden. Maar het is bijna niet meer te doen. Hoe gaan jullie, want jij lanceert volgende week. Heb je een paar miljoen achter de hand om te gaan rammen op je marketing? Hoe ga je dat doen? Nee, wij gaan absoluut niet rammen op marketing. Helemaal niet zelfs. We geloven toch gewoon in de kracht van wellicht stilte. Dus dat het wel mond op mond gaat. En dat er wel in de media die het leuk vindt en die het gaaf vindt om dat juist heel persoonlijk te houden. Ik geloof niet aan advertentiemodellen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het een hele verzadigde markt is. Ik bedoel, hoe wij 10 jaar, en we hebben net een mooi verhaal gehoord, nog zelfs eerder websites maakten, zo bouwt iedereen nu apps. Mm-hmm. Dus die appstores zijn overcrowded. En ik denk dat je onderscheid moet maken om echt een heel gaaf product te hebben en iets wat er daadwerkelijk toe doet voor mensen. Want anders kan je nog zoveel van de daken schreeuwen. Maar hoe ga je opvallen? Hoe ga je dat doen? Ja, door toch bij de kracht te blijven van wat waar je achter staat. Wellicht door die passie. Ik heb heel veel passie voor wat Camarilla doet, omdat ik het zelf heel erg fijn vind en heel erg die behoefte voel. Maar ik denk, dat is een uitdagend vraagstuk. Daar staan wij aan een vooravond van. Ja. En moet jij de hele wereld rond gaan reizen binnenkort om het verhaal te verkondigen? Ik heb het geluk dat ik veel mag reizen om Camarilla, het verhaal van Camarilla en de koning die een Camarilla heeft,
te verkondigen. Ja. Hey, een van de dingen die in ieder geval van dit gesprek bij mij zal blijven hangen is zeg maar die investeerders die zeggen van denk niet na over businessmodellen. Mag niet, mag niet, mag niet. Ja, vertel daar nog eens iets meer over. Want je zei het zelf wel, je komt uit een hele andere, in die zin uit een andere hoek. Want ik kom uit een commerciële achtergrond. Ja. Ik ben gewend om sneller te denken van hè, waar zit het geld? Hoe kan ik wat verdienen? Dus waar ligt jouw dagelijkse focus nu op? Puur op het puur product voornamelijk. Dus heel erg zorgen dat we inderdaad niet afwijken van de simpelheid van het idee. En dat we het zo intuïtief houden. Focus ligt heel erg op toch wat je wordt aangegeven, hè? Die bespreiding en te zorgen dat we juiste contacten hebben, juist mensen hebben die achter ons staan. En dat kan eigenlijk op allerlei gebieden. Dus dat kan op mensen die zelf ook net zo enthousiast zijn en het delen van de behoefte naar meer privacy. En toch op een makkelijke manier met hun meest dierbare in contact willen staan. Als ook, dus bijvoorbeeld wat op zo'n websummit onder andere gebeurt. Heel veel partijen die gewoon meer willen horen en die het enthousiasme verspreiden. Ja. Hey, zowel iPhone als Android volgende week? Nee, eerst iPhone. Heel snel daarna Android. Oké. Okay. Hey Stek, heb jij nog wat die presskit gedaan? Dat komt pas volgende week, maar we kunnen wel iets laten zien, toch? Ja, we kunnen wel even een paar plaatjes laten zien, als ik ze nog kan vinden. Kijk, wat mooi. Kijk, we hebben even een indruk van... Screenshot, wacht even. Eens kijken we even of Piet erbij kan schakelen. Of dit signaal... Ja, dan krijg je het... Ik krijg wel je hele scherm erbij, dus het gaat over het middelste stukje. Ja, er staat geen erg privacygevoelige die met de rest van de wereld. Ja, ik kan hem niet groter maken. Wat zien we? Waar kijken we naar? Dit is een foto die ik gedeeld heb. En waaronder dus die komt op een timeline terecht. En hieronder zie je bijvoorbeeld Harvey en Emma, die hebben gereageerd. Maar als ik op hen klik, dan opent zich dus een comment view. En dan heb ik dus een 1-op-1 interactie met hen. Hey, maar je zei net heel eventjes, het lijkt mij nog best even wennen dat je moet realiseren dat deze wel allebei reageren, maar niet op elkaar, dat ze elkaar niet dat zien, zeg maar. Dat is best wel wennen, hoor. Niet? Er zijn nog twee andere foto's die het laten zien hoe dan zo'n comment view eruit ziet. Dit is zeg maar een Camarilla, dus hier chat je direct mee zonder dat er een foto is. Dus hier zit je lijst, hier zit er nu pas 6 in. En dan heb je... Dit is zeg maar hoe je ziet dat die foto's toch behouden blijven in de app. Dus dit is Kate haar profiel. Ja. En die heeft alle foto's die zich ooit gedeeld heeft, die zie je daar terug. En dit is een comment view. Dus hier zie je een kleine afbeelding van de foto die je dan gedeeld hebt op een timeline. Of die je vriendje gedeeld heeft. En zo reageer je dus met elkaar hieronder. En dan kun je eigenlijk er doorheen swipen naar rechts of naar links als er meer comments zijn. Dus het werkt wel heel intuïtief. Ja. Emil Johnson heeft het ontworpen. Dat is ook de jongen die Blendl heeft heeft ontworpen. Ja. Ja. Dat is een jong talent van 24. Ja. Ja. Oké, okay, super. Ja, ongelooflijk spannend. Ik ga hem wel even downloaden. Nou, kijk, nu krijgen we wel spannende momenten. Want nu, volgende week weet ik nu of ik nou bij jou in een cirkel hoor of niet. Dat vind ik toch wel een... Ja, er zei ook al iemand... Het unfriend worden binnen deze app is natuurlijk nog veel erger dan waar dan ook. Als je in een cirkel wordt gegooid. Dat kan erg zijn. Maar het is wellicht dat iemand minder actief is. En dat er een vriendje binnenkomt die veel actiever is. En dan moet je... een afweging maken. Hè? Wat doe je dan? Maar ja, het zijn je beste vrienden, dus Ik kan dat van je hebben, Stekel. Ja, kan je het het is toch een momentje volgende week. Ja, maar jij hebt veel meer vrienden dan ik, dus de kans dat jij bij mij erin zit is natuurlijk groter dan andersom. Dat is ook weer waar. Het is een mutual agreement, overigens. Dus, Dus we nemen het helemaal bij dezelfde plekken. Ja, bewust gedaan. Sommige mensen zijn wat populairder dan de anderen. Dus je moet ook altijd weer in de zijde. Het is een vriendschap. Wordt toch wel interessant. Volgende week gaat het blijken. Zijn we kennis of zijn we vrienden? Dat is...
echt een... Nee, dan moeten we er toch volgende week even op terugkomen. Wanneer komt die uit? Volgende week, maar welke dag? Dat mag en kan ik nog helaas niet vertellen. We zitten in totaal head down met iedereen die fullpool bezig is. En het spant erom. Dus wel begin volgende week. Oké, het hangt een beetje van Apple af ook. Ja. En het zou me toch echt verbazen als je niet ergens met een flink event of een knal begint. Toch? Ja. Grote artikelen in de kranten, de wereld draait door. Waar moet ik aan denken? We hebben wel heel veel leuke aanvragen staan. Dus er zijn er is wel animo voor. Ja. Is geen antwoord. Nee. We zullen het meemaken volgende week. Ja, jij weet het al, maar je wilt het mij niet vertellen. Dat is het. Nou ja, volgende week. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan er wel over doorzullen. Ja, gaat toch nee, dat gaat het zeggen. Dat is, ja. Heb je ook helemaal gelijk in verder. Ja. Hey, ontzettend bedankt. En wij volgen dat graag op de voet. In het eerste belangrijk momentje, als we hem allebei gedownload hebben en... Daarna heel veel succes ermee en kom graag nog een keertje langs voor een tijdje om te vertellen hoe het je vergaan is. Ja, hartstikke leuk. Ja. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zijn we er. Volgende week dus ook weer. En je weet, het complete archief kun je via fastmovingtargets.nl en via ons YouTube kanaal terugkijken. Even kijken, heb ik nog meer te vertellen? Ja, bijvoorbeeld te vertellen natuurlijk dat je media over innovatie mede mogelijk kan maken. En dat doe je door een tientje per maand om ons over te maken. Ik krijg er heel veel voor terug. Wat dat is, zie je bij het URL wat nu in je scherm verschijnt. Dankjewel, tot volgende week. Dag.